Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Wij hebben vandaag lekker ontbeten, gezwommen. Ik heb weer gezwommen met Nes, hè? Ja. Dat was weer echt even leuk, maar we doen het echt even een uurtje of zo per dag in een pierenbadje. We hebben weer gegeten en dat was het eigenlijk. We zijn nu even op onze kamer, we hebben gedoucht. En nu zijn we ons aan het klaarmaken. Ik heb mijn nieuwe oorbelletjes in van de Goudsmit. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik ben me even aan het opmaken. En ik ga nu dus even weer die nepwimpers opdoen van Ehler. Deze. En die heb ik echt al bijna de hele week op. Dus ik vind ze echt heel erg goed. Echt een aanrader. Het zijn de nieuwe versies van Ehler. Maar ik weet niet meer hoe ze heten. Ik had ze wel eens een keer eerder een vlog laten zien. In ieder geval, ik heb dus deze ook mee. Van Ardell. En deze vind ik ook echt heel erg mooi. En ik gebruik altijd deze lijn van Queen Tarzi. Wat trouwens echt onhandig is aan deze blush van Fenty Beauty is dat het een cream blush is. En ik doe soms mijn hele gezicht afpoederen en daarna dus blush. En dat kan met dit dus niet. Dus dat heb ik net gehad en heb ik maar mijn andere blush even opgedaan. In deze licht zie ik het misschien iets beter. Kijk, en dit is dus met die wimpers. Echt heel mooi. En dan zie je hem op de achtergrond. Ik ga stuk. En dan ga ik er even overheen met de mascara van YSL. De Curler. Ik doe niet heel veel op. Wat ik doe meestal is gewoon een beetje mijn onderste... Hoe zeg je dat? De onderkant van mijn wimpers hier. Een beetje mascara zodat het een beetje aan elkaar plakt. Echt alleen aan de onderkant. En onderwimpers een beetje... Echt niet veel, gewoon een beetje zo. En that's it. Ik ga vandaag ook mijn haren vast doen. Ik heb echt geen zin in los haar. En het droog vinden van mij heb ik ook helemaal geen zin in. Heel veel mensen vragen me altijd waarom ik mijn haar nooit laat drogen buiten. Maar dat is bij mij gewoon niet mooi. Want mensen verwachten altijd dat als je krullen hebt, dat je gelijk echt heel erg dik haar hebt of zo. Of heel vol haar. Maar dat klopt bij mij niet. Want ik heb eigenlijk heel fijn haar. Maar ik heb wel krullen. Dus bij mij droog het gewoon niet mooi op. En zonder een fun krijg ik eigenlijk helemaal geen volume. Outfit of the day. Ik heb eigenlijk niet meer zoveel. Maar dit is zo'n kort broekje die ik zelf heb geknipt. En die is van de... Volgens mij is deze van Primark. En ik heb hier een topje boven van Zara. Die heb ik nog niet aangehaald. Dus die wil ik aandoen. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik wou hier eigenlijk een wit rokje onderaan doen. Maar ik heb alleen nog maar zwarte ondergoed. Dus dat gaat niet. Zo, ik ben ready. Mijn haar is ook even gedaan. Gewoon lekker een strak knotje. Ik krijg trouwens elke keer comments onder mijn video's. Mijn haar een beetje oranje oogt. Maar dat is eigenlijk logisch bij mij. Want ik laat het eigenlijk altijd bij Dina kleuren. En ze doet er altijd bij mij een koper kleurtje in. Dus het wordt ja, daarna wel een beetje oranje als ze toen er een beetje uit is. Maar als je goed kijkt zie je sowieso hier een rode ondertoon in mijn haren. En dat is iets waar ik zeg maar zelf voor kies. Ik hoef geen blond haar of ik hoef geen donker haar. Ik wil gewoon deze kleur. Ik vind het gewoon mooi. Ik weet niet, zien jullie dat zo? Dat het een beetje een rode ondertoon heeft? I don't know. Maar ik vind het in ieder geval mooi. Zo. Outfit of the day. Deze broek zit echt zo fijn. Echt niet normaal. Ik raad jullie zeg maar echt aan om een broek uit te kiezen die echt super fijn zit. Dus niet echt een skinny, maar meer een mom jeans. En die gewoon te knippen. Dan heb je echt de fijnste korte broek ever gewoon. Ik ga deze opdoen van Black Opium. Ik ben heel benieuwd hoe lang die blijft. Oh, hij is echt lekker. Wat dit? Heel sterk. Ben je dan... Ben je op achtergrond aan het omkleden? Ja. Hé, deze is echt niet normaal. We gaan even kijken wat ze hier in het restaurant hebben om te eten. En als het niet lekker is, gaan we buiten eten. Gaan we weer. Krijg je weer een test? Ja, we hebben het nog daar. Mijn temperatuur is echt letterlijk elke dag 36,3. Nee, ze hebben eindelijk weer watermeloen voor jou. Jee. Watermeloen. Kijk, wat hebben ze vandaag? Rijst. Biras da köfte. Köfte, vis, patat, vlees, gebakken, chicken schnitzel, groenten. Oh yes, aubergine. Lekker man, aubergine uitjes, tomaatjes met vlees en pasta. Turkisch yoghurtsoep. En ja hoor, Nesmi heeft weer wat gevonden wat ze lekker vinden. Ik heb gewoon letterlijk dolma, aubergine ui en tomaat met choban. Nesmi heeft gewoon lekker rijst met kufte en friet.
Oké, ik wil echt niet weer klagen, want ik vind mensen die heel veel klagen over eten, vind ik echt stront irritant. Maar het was gewoon echt niet te doen. Dus ik heb eigenlijk niet gegeten, een beetje salade. Ik had een uurtje of twee geleden, had ik even op Instagram gevraagd. Oh nee. Help dan. Ik ben toch beter? Een uurtje of twee geleden heb ik op Instagram even gevraagd. Of jullie hotspots kennen in Antalya. En er was heel veel opgenoemd. Dus we gaan naar een van die hotspots. En het heet Luna Garden. Het is ongeveer een half uurtje hier vandaan. En het zag er heel cute uit. Dus daar gaan we nu even naartoe. En trouwens, ik ben echt zo bruin. Niet normaal. Daar zijn we dan, Noordes. Daar zijn we dan. We waren onze maskers vergeten. Dus die moest net nu even net ophalen. Heb je nou bij? Ja, toch. Alsjeblieft. Gaan we weg, jongens. Je moet hier dus verplicht maskers op in de taxi, anders krijg je een boete. 3000 tellen. 3000 tellen, dat is hoeveel? Gedeeld door 8, dat is €375, Nes. Zo. Dat is geen grap. Dat is geen grap, hè. Kijk hoe mooi het hier is. We zijn hier echt nog nooit geweest. Dit is wel echt een mooiere gedeelte van Antalya, hoor. Hier is een foto, hier is het spannend. Ja, man. Kijk, achtergrond. Het is hier echt heel erg mooi. Maar het is hier ook echt heel erg druk vergeleken met waar wij zitten. Wij zitten namelijk in het gedeelte dat Lara heet. Maar het is hier niet normaal druk. Volgens mij is mijn broek gescheurd. Ik ga helemaal stuk. Dit tentje hebben ze dus aangeraden aan ons. Guys, ik vind het hier echt heel erg leuk. Dus bedankt voor de tip. Wij lopen zo even naar het cafeetje. Ik ga eerst even geld pinnen. Maar ik vind het echt heel leuk hier. Jullie zijn echt toppers. Wat boulevardachtig, hè? Ja, echt een heel leuke sfeer. Echt zo'n vakantiesfeer. Tot nu toe echt het leukste waar ik ben geweest in Antalya. Gasten, kijk ons plekje hier. Leuk hoor. Het is echt een soort van tea bar, maar het is echt ongelooflijk druk. Je hebt echt bijna geen plek hier. Dus we waren echt blij dat we een plekje hebben. Ze hebben best wel een goede menukaart. Ze hebben broodjes, ze hebben dus falafels, salades, glutenvrije opties, vegan, pizza, pasta, burgers. Heel veel kip zie ik hier. En je hebt nog zoetigheid. En je hebt zelfs sushi hier. Maar ik weet niet of je dat moet nemen hier. Wat een surprise, jongens. Miriam gaat voor een Turks theetje. Oké, onze bestellingen. Ik heb een falafelbotje. Vegan falafelbotje. Ziet er echt goed uit. En Nessie, wat heb jij besteld? Wat heb je besteld? Nachos. Dat is wel pittig, man. Oh, wauw. Het ziet er wel heel goed uit, moet ik zeggen. Nessie vindt deze deze nachos heel erg scherp. Maar ik vind het zo lekker. Er zitten hier dus jalapeno's in. Ik vind het echt geweldig. Maar zweet, en kijk mijn cola. Echt zo mega groot. Was het lekker niet? Heerlijk. Het was echt lekker. We hebben ervan genoten. Leuke hangplekje. Heel druk. Wel minder natuurlijk met corona. Maar het is wel zeg maar buiten gelegen. Dus dat is, dat scheelt wel weer. Wij gaan hier nu een beetje rondlopen. Heb je nog wat nodig? Leuke winkeltjes, leuke tentjes. Je hebt hier Starbucks. Ik heb helemaal niks nodig. Lekker rondlopen. Ik wil een koffietje doen of zo. Gezellig. Is er iets zoets? Ja. Eigenlijk wel. Oh yes, we gaan voor ijs, jongens. Hier heb je echt letterlijk alles. Kokos, en welke wil je nog meer? Oreo. Wij zijn bij de drogist. Ik moest nog even van die make-up doekjes halen. De mijne waren dan op. En ik kwam binnen en ik was vergeten mijn masker op te doen. En die wijf begon te schreeuwen tegen mij, jongen. En ik snapte niet wat er dan... Oh! Bijna in mijn tas. Wow. Oh, diefstal in Turkije, bitches. Ik deed die doekjes bijna in mijn tas. Wat erg. Maar ze begon te schreeuwen tegen mij. Maar ik verstond het niet. En toen zei ze tegen haar rustig gaan. Ze begrijpt je niet. En nu ja, ben ik hier. Pak je hard, man. Ja, ik schrok me dood. Ik ben bij een andere ijssalon. Ik vond deze er beter uitzien. En ik heb voor deze gekozen. Kokos met chocola. Wij zijn weer op ons hotelkamer. Het was heel gezellig daar in de buurt, moet ik zeggen. Tot nu toe wel echt het mooiste gebied in Antalya. Want wij zijn bij Lara. En het is hier echt heel rustig. Heel snel, rustig. Jezus. Ik weet niet hoe dat komt. Ik weet niet hoe dat komt. Dat zei mijn moeder vroeger ook had. Maar ik heb nooit naar haar geluisterd. En kijk mij nu. Het is hier gewoon heel rustig. En er is eigenlijk bijna niks te beleven hier. Dus hoe heet dat gebied nou ook alweer? Murat Pasha of zo? Oh,
iets met Pasha. In ieder geval, daar moet je naartoe. Heel gezellig. Je hebt er echt gewoon alle bekende ketens zoals... Starbucks. Ik heb meegenomen in een taxi. Trouwens, weet je hoe amandelmelk hier in Turks heet? Badem. 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 Dus ik bestel nu elke keer cappuccino badem. Oh, je moet zeggen badem. Ik weet alleen niet waarom ze dus achter je naam elke keer een H schrijven. Een H. Weet jullie dat? Ik denk persoonlijk... Nee, ik zeg het niet. Ik laat jullie gewoon gokken. Waarom staat er hier een H achter? Want ik krijg elke keer tot nu toe echt maar, zeg maar, mijn drankjes met een H erachter. Even vroeg teruggekomen op onze kamer even te chillen. Want ik ga vandaag echt alleen maar lopen editen. Ik ga zo mijn pyjama aandoen. En dan editen, editen, editen. En ik heb nog een lekkere koffie hier. Dus dat gaat me ook erbij helpen. En dat is eigenlijk mijn dag weer. Ook, ik heb me even omgekleed. Dit is de best feeling ever. Kijk. Oh, zo makkelijk gaat het. En kijk het verschil. Dat is toch niet normaal. Echt, dit zijn echt op dit moment mijn lievelingswimpers. Wat is disco hier buiten of zo? Ja, echt gewoon. Oh, lekker man. Ik wil jullie allemaal bedanken. Ja? Voor de lieve reacties. Toen ik, zeg maar, met mijn operatie bezig was. Oh. Ja, jullie waren heel lief. Ja? In tegenstelling tot sommigen van mij. Nesim heeft een beetje wat pittigere volgers. Hij vindt mijn volgers veel liever. Ja, jullie zijn echt de steunen terug. Nou, jullie horen het, zo lief.